Yo beste kijkers van 12 Vragen, super tof dat jullie kijken naar de eerste video van 2019. Tenminste, onze eerste video natuurlijk. Ik hoop dat jullie allemaal een heel fijne jaarwisseling hebben gehad. En dat jullie wensen mogen uitkomen in 2019. Dat sowieso natuurlijk. Laten we deze video beginnen met een duimpje omhoog doen. En abonneren op ons kanaal. En eventjes onze supporter creator code 12 Vragen gebruiken. Niks moet natuurlijk. Maar het wordt wel heel erg gewaardeerd als je dat doet natuurlijk. En laten we dan beginnen met de itemshop van vandaag. Dit is de itemshop van vandaag. En we zien links, een beetje onder mijn cam, de DJ Bob. En dit is gewoon een fanart of een fanskin geweest. Dus dit is eerst door een fan gemaakt. En daarna is hij door Fortnite gemaakt. En ja, hij is er dus gewoon ingekomen. Een super vette skin. Natuurlijk de vrouwelijke variant van de tier 1 skin van season 6, als ik het goed zeg. Of is het season 7? Nee, toch season 6. Ik neem maar season 7. Nou, in ieder geval, dit is dus de vrouwelijke variant. 2000 V-Bucks. Ja, het is een legendary skin. Krijg je ook wel een heel grappige backbling bij, hoor. Namelijk een discobal die ronddraait. Echt super vet. Dus ja, ik weet niet. Het is het misschien wel waard. Daarnaast zien we natuurlijk ook de clowns terug. We zien de Yeehaw. Dat is ook wel een grappige skin. De Pumper Nickel en de Drop the Base. Al deze items kun jij natuurlijk halen. Dus met de supporter creator code. Te veel gevraagd. Wordt heel erg gewaardeerd wanneer je deze code gebruikt. En om de 2 weken moet je eventjes opletten. Dan reset die code. Dan moet je hem opnieuw invoeren. Dus let daar eventjes op. Goed jongens, gaan we door naar het volgende. En dit is de giveaway win. Oh, heb ik het nu al gespoild? Lucky Luke. Hij heeft namelijk 4 vette items gekocht met onze code. En dat heeft hij gedaan om onze giveaway te supporten. Dat is natuurlijk super nice. Dankjewel Lucky Luke voor het supporten. En weet je wat? Omdat het 1 januari is, jij wint gewoon de Freeze Bundle. Gefeliciteerd Lucky Luke. Jij hebt de Freeze Bundle gewonnen. En weet je wat ik doe? Iedereen die vandaag een screenshot stuurt van de DJ Bob, dat ze die hebben gehaald met de supporter creator code, te veel gevraagd. Ik geef morgen nog een Freeze Bundle weg aan iemand die dat dus heeft gekocht. Dus iemand die de DJ Bob heeft gekocht met onze code. Aan die geef ik de Freeze Bundle morgen. En daarnaast doe ik nog iets morgen. Morgen doe ik gewoon 2 dingen. Weet je wat? We doen is gek, omdat het het begin is van het nieuwe jaar. Dan gaan we over naar het volgende. En dit gaat over de 14 Days of Fortnite. Want vandaag natuurlijk om 3 uur, dan kun jij het laatste pakketje van de 14 Days of Fortnite krijgen. En wat zit er in dit pakketje? Nou, waarschijnlijk zit deze glider daarin. Natuurlijk wel een grappige glider. Niet heel erg bijzonder, laten we eerlijk zijn. Het is gewoon het standaard glider met een leuk tintje waarschijnlijk. Maar ik wil jullie nog eventjes zeggen, zorg ervoor dat je voor morgen 2 uur alles hebt unlocked. Want morgen om 2 of heel misschien 3, maar ga er maar uit van 2 uur. Morgen om 2 uur, dan verdwijnt de 14 deze Fortnite en kun jij niet meer deze items unlocken. Dus je hebt vandaag nog en je hebt morgenochtend en een klein beetje van de middag nog om alles te unlocken. Heel veel succes daarmee. En ja, ik dacht het is wel eventjes handig om te melden. Niet dat je er straks denkt van, hey, waar zijn al die 14 deze Fortnite challenges gebleven? Ik wou ze nog unlocken. Morgen is het dus de laatste dag. Tenminste, deels van de dag. Dan gaan we over naar iets grappigs. En dit heeft te maken met KFC. Zoals jullie weten, KFC heeft een soort van gaming tak. Sinds nou, ongeveer een half jaar, denk ik. En wat ze nu hebben getweet is dit. Feeling cute might delete later. En dan hebben ze een KFC chicken skin, zeg maar, geleakt. Of hoe je dat ook wil zeggen. Een concept naar buiten gebracht. En dit zou heel misschien wel eens in Fortnite kunnen komen. Want KFC Gaming, die heeft wel een relatie met Fortnite. Dus het zou kunnen dat ze samen iets gaan maken voor in Fortnite. Ter promotie natuurlijk van KFC. We dachten dat de chicken skin, dat dat ter promotie was van KFC. Nou, enigszins wel, omdat iedereen dat dacht. Maar blijkbaar niet. Ze willen echt hun eigen skin. Tenminste, dat laten ze hier ook zien door middel van dit concept. Want dat is en blijft een concept. Ik denk niet dat het een leak is. Maar hey, eerlijk is eerlijk. Het ziet er heel erg slick uit. En ik zal sowieso, als het precies deze skin erin komt, zal ik hem gaan halen. Puur omdat het gewoon grappig is om met een KFC skin rond te lopen. Ik vind het zeker weten grappig dat ze dit misschien wel gaan doen. Je weet het niet. En dan als allerlaatste alweer. En dit is een geheime ingang bij de blok. We dachten dat de blok heel erg klein was en zo. En in principe
bijzonder is het dat ook wel, maar het blijkt dat deze blok ondergrondse tunnels heeft. Gewoon een ondergronds gangenstelsel. Super tof, zoals je ook ziet op dit filmpje. Echt heel erg gaaf dat het is gevonden. En dat je daar gewoon een soort van mini-tunnel hebt, waar je alleen hurkend doorheen kan. Ik heb geen idee of er loot ligt. Ik heb het filmpje niet helemaal kunnen afkijken. Maar zoals jullie nu zien, ja of nee. Er ligt loot, ja of nee? Waarschijnlijk niet. Maar hey, super tof natuurlijk dat het is gevonden. Hier kan jij je straks gaan verstoppen. Niemand die je gaat vinden. Mensen, dit was alweer het einde van de video. Ik weet het, niet al te veel dingetjes waren gebeurd. Ik weet het, Ninja was live, bla 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 bla. Maar er was in principe niet iets heel speciaals gebeurd. Dus ik wou het daar ook niet echt over gaan hebben. Mensen, druk nog eventjes op het duimpje omhoog. Zal heel erg gewaardeerd worden. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En gebruik onze supporter creator code. Te veel gevraagd, wordt heel erg gewaardeerd. Mensen, geniet nog eventjes van de gameplay. Peace out. You